Proost. Op de vrijheid. Daar vieren we voor. Hè? En de eerste stoomtrein sinds 1956. Proost. En ik denk dat het heel goed is voor ons allemaal op deze bijzondere dag van de bevrijding van Delden stil te staan bij de vrijheid die we eigenlijk elke dag hebben. Iedereen doet mee. Alle verenigingen, inwoners, gemeenten. En het is veel meer geworden dan alleen 70 jaar bevrijding. Het is nu saamhorigheid. Volgens de eerste voorzichtige schatting gaan zo'n 1200 mensen mee met de stoomtrein. Sinds 1956 niet meer gestopt in Delden. Het vieren van 70 jaar vrijheid is iets wat heel veel inwoners een prachtig idee vinden. Je realiseert dat je te weinig wat vrijheid inhoudt. En deze dag met twee benen op de grond denk je ja. We kunnen alles, we mogen alles en we doen alles. Heerlijk. Ja, ik heb er geen persoonlijke herinneringen aan, maar toen al die auto's langskwamen van Keep Them Rolling, kon je een beetje voorstellen wat mensen gevoeld hebben toen die bevrijders binnenkwamen. Dat gevoel had ik heel eventjes, in kleine mate dan. Ja. Maar uiteraard zijn ook de echte treinliefhebbers aanwezig op het station. Ik verzamel deze modellen ook in miniatuur en ik verdiep me daarin. En ik vind dat schitterend. Ik ben toch leuk, ik vind dat geweldig. Ja, die stoom en die damp en hoe dat allemaal gemaakt is. Toen die tijd met minimale middelen, dat vind ik geweldig knap. Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Lang hadden toe. Maar ik ruik je uit de geur. Dat is... ja.